je me niets voor niets hebt laten komen. Hij heeft dus nog steeds contact met Van Noten. Ja, het wordt nog erger. Laat eerst zien wat je voor me hebt. Wat geeft hij hier aan? Een spreadsheet. Met vertrouwelijke informatie van jouw bedrijf. Waarom moet ik hier buiten wachten? Omdat ik verderop met een belangrijke zakenrelatie zit. En niet gezien wil worden met een oplichter uit de Sanders Clan. Sorry? En haal je een onnozele blik van je smoel. Alsof je niet weet dat je me een fake lijst gegeven hebt.